Valt de doek voor FCK De Hommel? Die vraag kan al worden beantwoord. Twee speelronden voor het einde. Er moet gewonnen worden op bezoek bij WSV Sjoepimp. Want anders zit 20 jaar op rij in de Eredivisie erop voor de Brabanders. En het is FCK De Hommel dat van links naar rechts voor het eerst het spel probeert te maken. Vermoedelijk is dit het hele wedstrijdbeeld was een beetje. Met Bali die schiet en meteen scoort. Na pakweg 23 seconden opent FCK De Hommel te scoren. En wie anders dan Karim Bali is daar verantwoordelijk voor. En daar gaat het strijdplan van WSV al bijna de prullenbak in. De ploeg die de laatste weken voor een behoudende speelstijl heeft gekozen. De resultaat mee heeft geboekt. Maar nu dus al vroeg een tegentreffer te verwerken krijgt. Bij ieder ander resultaat dan een overwinning voor de Brabanders is het einde verhaal in de Eredivisie. Want in dat geval kan WSV nog als enige ploeg worden ingehaald. En heel misschien kan FCK De Hommel dan ook nog op gelijke hoogte komen met ZVV Eindhoven. Dat is voor later zorgen, want dit is de gelijkmaker van Woerdman. Op aangeven van Özkan. 2,5 minuut onderweg en het is 1-1 in Apeldoorn. Het is Woerdman die de combinatie aangaat met Özkan. Positie kiest voor het doel, over het hoofd is gezien. En dan vervolgens de bal voor het binnentikken heeft. Nedjari op Bali. Overname Bougalab, die is snel en lichtvoetig. En gaat voor eigen succes, Rashid Bougalab. Binnen no time heeft WSV de score omgebogen. Van 0-1 naar 2-1. En deze goal komt volledig op het konto van Rashid Bougalab. Hij begint op eigen helft. En zijn solo eindigt in de 2-1. 5 punten het onderlinge verschil. En hoe anders zou het zijn als FCK De Hommel niet die 4 punten in mindering had gehad. Allemaal ontstaan door het opstellen van een niet speelgerechtigde speler. Maar dat is nu even verleden tijd. Dit is de gelijkmaker van Omar Nedjari. Die de sporthal in Apeldoorn tot stilte maand. Halverwege de eerste helft is het evenwicht weer hersteld. Bali als architect. Het doorgeefstation is Roel Nooyen. En daar profiteert Omar Nedjari dankbaar van. Bij winst vandaag mag WSV hopen op concurrenten die steekjes laten vallen. Eerst maar eens zelf de buit binnenhalen. En dan krijgt WSV nu een rode kaart voor de tegenstander. Voor het vasthouden van Bougalab. Dat zou het dan moeten zijn. Nog 10 seconden wordt er geroepen. En daarin raakt WSV de lat. In de persoon van Samir Makuki. De tweede helft. Heel veel scenario's liggen nog op tafel. Belangrijkste nog altijd voor FCK De Hommel is dat er geen puntverlies mag worden geleden. Want anders is degradatie een feit. En Bali drukt zijn stempel. Maar gejuich klinkt er niet. Ondanks dat de goal wel degelijk telt. Ongemakkelijke stilte in de sporthal in Apeldoorn. Maar het is wel degelijk 2-3. Bali. Akazun was even verlost van de tegenstander. Maar Bali heeft helemaal geen hulp nodig. De hat-trick is compleet voor Karim Bali. Hij heeft liefde voor alles en iedereen die hem goed gezind is. En dat zal zo'n beetje heel Den Bosch zijn op dit moment. Karim Bali is de naam. Scoren is een beroep. En daar is hij een van de betere in op de Nederlandse velden. Ook al liggen zijn roots wel degelijk in België. En Yusgetch is heel ver uit zijn doel gekomen om in elk geval zich mogelijk kunnen bemoeien. Moet nu terug, want hier is Nedjari alleen. Nee, Akazun is bij hem. Maar laat na om een dikke dreun uit te delen.
En dit is een plek met perspectief voor WSV. Zeker als je weet dat Cihan Özkan achter de bal staat. Özkan met een tikje op zijn naar Bendadi. En dit is de aansluitingstreffer die WSV nodig had. Mo Bendadi, uiterlijk onbewogen. Maar hij zal van binnen toch ook wel zich realiseren dat dit een heel belangrijke goal kan zijn. Nonnekes geen schijn van kans. De spanning is weer terug. En met meer dan 5 minuten nog op de klok is er van alles mogelijk. Bendadi. En Mo Bendadi. Eigenhandig brengt hij WSV terug in de wedstrijd. 2 goals. In amper een minuut. En dit is er een die ingelijst mag worden. Nonnekes heeft die bal niet eens gezien. Sharadi, Bali. Najari. En in tweede instantie gaat die bal de bovenhoek in. Omar Najari. 4-5. En voor de 5e keer valt het stil. Maar dat komt omdat er voor de bezoekers wat te juichen valt. 2 man die in stereo slijdings maken. En Najari, vallend en wel, kan hij ingetogen zijn feestje vieren. Makuki. Nagari Gota. De 2 lange mannen tegenover elkaar. Bugalab staat vrij. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Özkan, Nagari Gota. Bugalab, Nagari Gota. En het is weer gelijk. En het is weer Nagari Gota. Scoren deed hij weliswaar nog niet. Maar hij is continu de dreigende man voor het doel van FCK De Hommel. Heeft al assists verzorgd en nu heeft hij een makkelijk klusje, namelijk de bal in het netje leggen. Met dank aan Bugalab. Bali, Azarfane. Moeilijke bal voor Najari. Komt er ook niet uit, het doel is leeg. Maar Nagari Gota komt niet tot schieten. Wie wel? Makuki misschien. Bendadi. Azarfane komt zijn doel uit. En Nagari Gota zorgt ervoor dat de Meenhal uit zijn voegen barst. 6-5 door 2 goals van Reza Nagari Gota. De man die WSV vorig seizoen naar de Eredivisie schoot. Met zijn treffer in de kampioenswedstrijd tegen Amicitia. Dat is lang verleden tijd. Dit is wat er nu toe doet. En WSV lijkt hiermee het vonnis van FCK De Hommel te vellen. Sharadi, Bali, heeft niet veel tijd meer om een schot te lanceren. Najari krijgt de bal niet onder controle en dit is de definitieve beslissing. 7-5. En daarmee valt het doek voor FCK De Hommel. Dat degradatie niet meer kan afwenden. En WSV weet dat het voorlopig uit de zorg is. Maar dat is voor tijdelijke aard. Maar Koekie is de man die zijn oude ploeg nota bene de das omdoet. En nu is het lot van FCK De Hommel lang en breed bezegeld. Wordt het nog erger voor de Bossenaren? Jawel. Cihan Özkan maakt er 8-5 van. En zij vieren feest. De spelers en de supporters van WSV Sjoepimp. Dit is een alles of niets poging van FCK De Hommel. En dan wordt het niets. Maar alles voor WSV. En zo is Özkan ook een van de mannen die op het scoreformulier wordt genoteerd.
Het is gebeurd. FCK de Hommel degradeert na 20 jaar in de Eredivisie te hebben gespeeld. En voor WSV is er nog veel mogelijk in de laatste speelronde. Het wint met 8-5. En gaat de poging doen om zich rechtstreeks veilig te spelen.